We gaan gewoon proberen om binnen te geraken. Let's go. En er komt nog een gast mee eten. Kijk mensen, dit zijn mijn kleuren, dus dat kunnen jullie al zien. Maar ik ben zo overtuigd dat het ging lukken. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. We zijn weer lekker wakker geworden vandaag hier in het YouTube Crids. In de YouTube House. En vandaag gaan we iets fucking vet doen. Niet waarop. Zoals de meesten ondertussen wel zullen weten, is het vandaag Pukkelpop. Trouwens, dat is al 2 dagen bezig. Gisteren zijn we ook daar geweest, dat kon je zien in de vlog van gisteren. Maar ik wil vandaag super graag gaan. Echt waar, ik wil echt. Ik heb de grootste FOMO ooit. Voor de mensen die niet weten wat FOMO is, Fear of Missing Out. Dus gewoon schrik hebben om er niet bij te zijn. En ik ben er momenteel nog niet bij. En daarom heb ik dus echt zoiets van... Oh, doe me. Want Joost komt dus vandaag optreden. Samen met Acid en zo. En ja, ik ben al 2 jaar op rij geweest naar Joost. Als hij op Pukkelpop kwam. Die sfeer is insane. Dus daarom wil ik daar echt terug bij zijn. Ondanks dat hij mij geblokkeerd heeft op Instagram. Voor een of andere reden. Waar we nog steeds niet weten waarom. Maar ik wil gewoon nog steeds gaan. Want ik ben nog steeds fan van Joost. Van zijn muziek. Ja, als Acid erbij is, is dat natuurlijk chaos. Dus we gaan gewoon proberen om binnen te geraken. Let's go. We hebben nog niet echt een plan. En ik zeg we, want ik ga zo dadelijk iemand uithalen die ook de grootste FOMO heeft. Omdat hij er niet bij is. En ik had toevallig gelinkt met hem. Hij had mij gestuurd, denk ik. En ja, toen kwam hij met een idee hoe we kunnen binnengeraken. Dus dat gaan we nu uittesten. Dus ik ga vertrekken, de auto instappen, ik ga die uithalen en dan gaan we het proberen. Let's go! Ja. Ik sta dus terug in mijn tuin. Het is ondertussen 6:30, what the fuck. Het is dus 6:30 s'avonds en ik zit nu pas aan het tweede shot van mijn vlog. Ik ben dus gaan proberen, het is alleen helaas niet gelukt. Ik heb daar ook niks van gefilmd, dat komt omdat ik eigenlijk mijn camera gebruikte om daar binnen te proberen gaan, als videograaf dus. Dus ik hield die zo al vast en ik had zelfs samen met Luca, die ik dus meegenomen had, die had walkie-talkies bij, wat oortjes. Hij had zelf ook nog een redcamera mee. Het is alleen niet gelukt. Het grappige is ook dat hij er eigenlijk echt moest filmen en ja, dat was gewoon zo last minute geregeld. Dat hij zelf ook geen tickets had, dus hij kon zelf ook niet binnen gaan om te filmen. Dus ja, jammer. Ik heb natuurlijk niet alles gedaan. Ik ben niet over hekken gaan klimmen of zo, of door de bosjes gelopen. Ik ben gewoon echt aan elke ingang gaan proberen van... VIP, press, gewone hoofdingang. Het is alleen niet gelukt, dus ik heb een tijdje op straat staan kijken naar Joost. Want dat was eigenlijk mijn main reason waarom ik wou gaan, gewoon om Joost en Ace te zien, maar... Niet gelukt! Oh. Dus, de FOMO is er nog steeds. We hebben... Ja, we zijn alleen gisteren naar Pukkelpop geweest. Natuurlijk wel al super nice, zou al zijn kunnen gaan. Ik heb het bandje eigenlijk nog steeds aan. Want normaal... Ja, ik had gewoon geen tickets dit jaar. Er kwam even een trein voorbij, dames en heren. Wij zijn even naar Boer Mama gereden. Die had spaghetti saus. Food. En het grappige is, Bo zette even op de koffer omdat ze binnen iets vergeten was. Dus ik ging al in de auto zetten, want ze moet dat vasthouden. Anders loopt dat allemaal eruit. Dus ze zette even op de koffer en ze zegt nog, ik ga dat er even opzetten, want dan kan ik dat zelfs vastpakken. Ja, dus wacht, niet wegrijden. Dus ik wacht in de auto. Nog geen minuut later kom ik buiten. Ik zie Bo buiten komen. Ik vertrek gewoon met de auto. Maar dat was zo ja, een beetje bergaf. En ik zie die pot gewoon zo schuiven. Ik zo, Sanne, stop. En ik was echt in shock. Ja, ik dacht, oh fuck, is dat nu al eraf gevallen? Oh, daar gaat mijn camera. Als jij als verrassing al buiten wou staan of zo. Ja, maar ik dacht, ik ga al staan. Dan kan Bo instappen. En besef hoe kort geheugen je hebt. Oh, echt nog waar. Geen minuut ben ik weg geweest. Kan toch niet. Ja, in ieder geval, we eten dus zelfs spaghetti. En er komt nog een gast mee eten. Ja. Want die had ons geen kind eten. Aan huis. Ons kind aan huis de laatste dagen. Voor de mensen die alle dagen kijken, die weten wel wie dit is. Goed geraden, dames en heren. Dit is hem, die wou ik, ja. Niels blijft dus mee eten. Bo is hier lekker spaghetti aan het maken. Wat gaan we nog doen vandaag, jongens? Ik heb echt zin om iets te doen nog. Ik krijg het niet open. Niks dus, we gaan niks meer doen vandaag. Dit was de vlog. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Heb je geen Barbie al gezien? Bo wilt je echt gaan kijken. Ja, maar Bo mag toch gaan? Jij zit Bo, maar jij wilt die ook zien zetten. Ja, ik heb nog wel eens zin om een film te kijken. Er is weer volk. Hey. Hey. Nou, wij gaan met z'n tweeën terug kakjes taart eten. Lekker hoor. Niels, wat zijn we aan het doen? We zijn fase 10 aan het spelen. Je hebt er zin in.
Ja, altijd. Ja, we zijn weer in fase 10 aan het spelen. Ons favoriete spel, met z'n allen. Ons wel, maar ze vinden het moeilijk. Ja, we zijn het aan het proberen uitleggen. Ja, lukt het? Maar ze willen het nooit meer spelen. Hier, nog een hoop, hè? Ja, maar dat is toch al, dat is ja, goed dat zo, hè? Moet ik leggen? Oei, oei. Goed bezig, Sanske. Goed bezig. Kijk hoe ze dat doet. Kijk hoe ze dat doet. Ik ben precies al een beetje moe. Ja, dit gaat goed, hoor. De tel nog niet kwijt. Als jij praat, dan... 4, 5, hoeveel moet ik? 10. 6. Ja, wij gaan dus lekker spelletjes spelen. Kijk hoe die aan het uitdelen is. Oh, tellen! Oké, okay. Kijk, nu moeten we dus tellen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ik heb er ook 10. Oké, okay, mensen, we zitten in ronde 8, als jullie dat je kunnen ziet dat zien. Niet. Nee, je moet dichterbij. 8 en dat is... Nog dichter. Ja, en dat is op kleur. Dus nu moet je op 1 dezelfde kleur sparen. En dan als je 7 dezelfde kleur hebt, kun je afleggen. Nu was het alleen maar kleur. Alleen maar kleur. Kijk mensen, dit zijn mijn kleuren, dus dan kunnen jullie al zien waar ik waarschijnlijk op ga sparen. A few minutes later. Wie heeft gewonnen? Bo. Echt? Ja. Ah, jij had gewonnen. De rest zit hier ook nog super gezellig. Oh joh mensen, iedereen is naar huis en ik... Ik was hier net mijn tanden aan het poetsen en kijk zo, ik denk, wat is dit? Ineens gewoon een dikke zwarte vlek hier. Ik heb gewoon ergens tegen gezeten. Ja. Gewoon vuil. Ik heb geen idee wat ik vandaag allemaal heb gefilmd. Ik denk helemaal niet veel, maar dat komt dus omdat we eigenlijk waren gaan proberen om Pukkelpop binnen te geraken. Herop. Maar dat is dus niet gelukt. Dus daar heb ik ook niks beeldmateriaal van, want ik dacht, ik was zo overtuigd dat het ging lukken en dan kon ik filmen op Pukkelpop. En dat is het leven van een dagelijkse vlogger. Het kan zo omdraaien en dan moet je weer content zoeken voor de hele dag. Zo, dames en heren, dit was alweer de vlog. Sorry dat die weer vandaag een beetje korter is. Ik had ook heel andere content verwacht. Ik had echt gedacht dat we gingen binnen geraken, maar helaas. Misschien had ik daar ook iets meer van moeten filmen of zo, maar ja, ik zei het, we hadden echt onze camera's gebruikt om binnen te geraken, dus ik kan daar moeilijk zo gaan vloggen, want dan is het direct door. Maar ik ben een dagelijkse vlogger, dus ja, daarom zit er af en toe iets mindere vlogs bij. Ik was gisteren ook nog tegen Luca aan het uitleggen in de auto van dat ook al heb ik een slechte vlog die toch in mijn hoofd, moet ik dat toch uploaden, omdat ik gewoon heb beslist van dagelijks te vloggen. Dus ook al zit er iets slecht bij, ik moet uploaden. No matter what. Dus vandaar dat er vlogs worden geüpload die ik minder vind. Die jullie waarschijnlijk ook minder vinden. Maar het is gewoon een ding van dagelijks vlogger zijn. Dat ik niet wil verbreken. Dus zitten er nu nog af en toe iets mindere vlogs bij. En ik denk dat er dit weer een van was. Het was wel gewoon ja, nog leuk met de rest. Spelletje gespeeld. Niels was nog komen eten. Maar voor de rest niks spannend of zo. Dus sorry daarvoor. Maar hopelijk hebben jullie toch een beetje genoten. Vergeet niet te liken en te reageren. Beneden vergeet niet te abonneren. En een belletje aan te zetten zodat je op de hoogte bent van alle video's. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een nieuwe vlog. Ciao!